Kan ik hier vallen? Zie die ster hier? Die is helemaal aan het trippen. Yo kijkers, met mijn stand en welkom een nieuwe video van Super Mario Maker 2. Vandaag ben ik weer terug. Het is een lange tijd geleden. Smash even op die like als jullie meer Super Mario Maker 2 willen zien. En vandaag gaan we lekker een trolleffertje spelen. Ja, dit is zomaar eentje. Net speelde ik er ook eentje, maar ja, het is een lange tijd geleden dat ik Super Mario Maker heb gespeeld. Dus ik was best wel slecht. Ik kon echt het eerste stuk niet halen. Maar in ieder geval, we gaan er lekker op drukken. 1,8% clear rate. Ik weet even niet meer precies wat het was. Ik ben nu al vergeten. So many new ways to troll Carl. Als je niet weet wie Carl is, dan weet je het niet. Dit level heb ik trouwens nooit gespeeld. Oh, Oké, ja, maar dat is te verwachten. Waarom ga ik voor de key? Ik ga meteen voor de key. Ik ga voor de shinies. Die pakken we niet. Ga er meteen naar de donut. Oké, het logische lijkt natuurlijk hier. Je pakt de pauw. Ik ga gewoon de on- en off-blok pakken. Ja, maar dat wil niet misschien dat je dat juist denkt. Want kijk, je ziet hier onder Toadse voetjes, zie je daar een platform. Want zo... Oh nee, wat ben ik toch, bro? Oké, ik ga niet die question mark blok raken. Nee, dat ga ik niet doen. Oké, niet springen voor een hidden blok, oké. Lul, hallo, lul. Dat is zo lame troll, ouwe. Dat is zo lame troll. Oh, daar zat denk ik een hidden blok, zag je dat? Er waren daar mensen dood gegaan. En ja, jeet. En dan, wacht, wat gebeurt er? Wat gebeurt als we hem terug doen? Ah, nee. Hey, is het nou een softlock? Dit is een softlock. Wat is dit nou? Ik ben heel slecht in Mario Maker, dat zie je al. Ja, ik heb het zo lang niet meer gespeeld. Gewoon een jaar niet meer. 2 jaar. Dat is zo dom. Oh my god, daar deed ik het bijna weer fout. Oké, snakeblok gaat naar rechts. Oh, ja! Oh my, ik ben zo... Dat was hem. Of niet? Ja. Je springt op de eerste. Je gaat op de tweede, bam, naar boven gelanceerd. Ik ga gewoon rechtstreeks op de tweede springen. Kan ik hier vallen? Zie die ster hier? Die is helemaal aan het trippen. Maar hier kan je waarschijnlijk doorheen. Oh, je hebt een ster nodig. Je moet wel in de pit. Je moet wel in de pit. Hoe ga ik ooit uit die pit? Leg dat mij even uit. Ik wil de troll magie zien. Waar moet je blijven wachten? Oh, daar. Oh, dat is best wel moeilijk, man. Dat is best wel moeilijk. Dat is echt pure luck. Ik ging daar zo exact op. Nou, ik ben benieuwd. Oh my, dat is zo... Oké, we run. Er zit daar een spring. En beam, daar ging ik bijna weer dood. Kan vast wel makkelijker gaan. Oké, zo. Zo. Ja, zo, oké. Gewoon op het laatste moment links van het wolkje. Alsnog is dat very, very hard. Dan ga je niet menen. Dat kan niet. Dat kan je oprecht niet maken. Ik ga gewoon dood door dingen die niet eens trolls zijn. Nou, daar gaan we. We gaan op snack. Nou, daar hebben we de Popper Firefrower. Oké, doet letterlijk gewoon niks. Ik ben echt dom. Oké, daar had je me bijna. Ik ga wachten. Wat ben ik toch ook pro. Wat? Nee. Zeg, ik zat te kijken naar die smiley face. Je moet wel door met de ster. Oh my. Ik ben hier nog zo lang. Dat weet ik nu al. Waarom heb ik dit deze avond gedaan? Take me up. Thank you very much. Oh my god, zag je hoe close dat was? Dat was heel close. Ik ben heel sloom. Oh. Was dat wel een dodge? Ik question wel een beetje mijn eigen sanity in dit level. Let's go. Oké. Nou, easy. We pakken... Wat zit daaronder, onder die spike? Dat dacht ik al. Ik wist nu al, er zit iets onder die spike. Kom op. Oh my, dat is best wel ziek. Oké, ik weet oprecht niet hoe je deze moet doen. I don't freaking know. Oh, zo. Yeah. Je moet meteen springen. Hoe? Oh, zo. Ik vond die launcher daar niet leuk. Oh.
Dat zag je niet door het publiek. Nee, nee, dat is oneerlijk. Dat is oneerlijk. Nintendo, ban dit level voor bullying. Maar ik heb alsnog wel het gevoel alsof dat niet goed is. Achter de laatste zit een noodblok. Oh my. Waarom? Dat is niet leuk. Oh, het is het een noodblok. Maar wat gebeurt er dan als ik naar boven ga? Waarschijnlijk moet ik uiteindelijk ook naar boven. Dat weet ik nu al. Oh, er zit een vine. Ik ga naar de deur. Ik luister naar de pijlen. Ja, je moet Big Mario zijn! Hoe dan? Ik wil weer een checkpoint. Ik wil dit stuk niet constant opnieuw doen. Ik vind hem eng. Ik ben bang dat ik hem heel vaak fout ga doen. Oké, ik ben bang dat hier nog een hidden troll zit. Zeg maar, als je wordt getrolled is het grappig. Maar als je niet wordt getrolled ben je gewoon bang. Oh, er zit een blok. Oh, maar wat als je daar helemaal naar beneden moet? Oké, ja, hier worden we kleiner. Hier worden we very small. Very, very small. Ik ga hier naar beneden. Snack. Ik wist het! Ik wist het gewoon toen ik erop zou springen, wist ik. Die gaat splitten of zo. Oh, ik word een beetje tilted. Mensen, ik word een beetje tilted. Een beetje heel erg eigenlijk, omdat ik zo slecht ben. Ja, jeet. Ik vind dat eigenlijk nog steeds wel zo grappig. Een checkpoint zou heel fijn zijn. Oeh. There we are, big it again. Door de deur, door de deur. We doen dit. Ik weet niet meer wat je... Oh ja, snack naar rechts. Snack naar rechts. Pak snack naar rechts. Snack. Het is de linker snack. Oh my, dat is zo... Het is dat hele pad volgens mij niet. Want die snack naar links, die gaat gewoon naar beneden. Wat heb ik aan een snack naar beneden? Wat als ik gewoon überhaupt daar gewoon de on en off aan doe van de deur? Wat is het allemaal vals is? Want ik weet niet wat goed en wat niet goed is. Maar wat als ik die on en off doe met die muncher? Dat moet fout zijn. Dat moet fout zijn. Nee, maar die muncher, dat kan niet. Als je op die on en off gaat die muncher naar boven en dan gebeurt daar allemaal gezeik. Dan komt er allemaal gezeik. Die dubbele snacks. Zo irritant. Come on. Oh, 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 oh. Oké, dan gaan we naar binnen. Ja, ja, we slopen dit. De check. Yes. Yes. Ik heb niet gekeken waar ik heen moet. Maar dit gaat sowieso mij daar naar boven brengen. Ja, dat weet ik nu al. Not funny. Ja, maar die kan ik sowieso niet eens krijgen. Nee. Oké, dat is muntjes. Dat duurde zo lang. Oh, die pijp is sowieso CP1. Haal me daar weg. Hij wil dat je rechts houdt. Vandaar al die 9000 pijlen hier. Ja, ja, ja. Tuurlijk, man. Dat is te obvious. Dat is net zoals dat twice level in Super Mario Mega 1. En letterlijk elk level. Oh. Wat is daar nou weer erg aan? Hier. 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 Nou, ja, we houden dus niet recht. Oh, maar als ik dat één keer vergeet, hè. Oh, ik denk trouwens dat ik al weet hoe deze setup werkt. Want kijk, het lijkt. Door die bullet bill launchers weet je niet. Er staan hier twee deuren naast elkaar. Dat moet het zijn. Hier, kijk. Very big brain. Oké, nu hebben we nog niet zo'n heel erg moeilijk stuk. Dat is wel nice. Oké, maar wat gebeurt er met... Oh, dat doet dat. Dat is heel jammer. Ik doe de eerste aan. Ja? En doe ik zo. En dan... Oh, maar je kan niks pakken. En nu heb ik Big Dum Dum gedaan. Oh, je kan gewoon rechts staan, denk ik. Ja, oh, maar je kan gewoon rechts staan. Oké, maar hier moeten we oppassen. Ik haat dit. Ja, hij doet zo je damage boost. Ah, en dan ga je erin. Ja, je moet niet Firefly, want dan gaat die muncher door. Ik dacht, ik ontwijk die key. Ik dacht, ik ben slim. There we go again. Maar er is letterlijk geen troll met deze mushrooms. Tenminste, als ik alles hetzelfde doe, is er geen troll.
Je doet zo. Je gaat in de deur. Je moet klein zijn. Je hebt een fire flower nodig? Hoe dan? Nee. Hoe ga je in de deur? Hoe kan je in de deur gaan met een fire flower? De muncher valt voor de deur. There always one step ahead. Waarschijnlijk is er ook hier nog ergens een troll die ik nog niet tegen ben gekomen. Dat weet ik nu al. Je gaat dingen steeds sneller doen. Nou, behalve bij mij, want ik ben slecht. Nou, oké. Okay. Doe maar je magic. Dat is de one way. Oh my. Oh ja, we moeten hier gehit worden. Oké. Okay. Come on, bite me. Bite me. Ja, maar hij denkt waarschijnlijk dat ik dan ga belen naar de pijp. Oh, of hij blokt de pijp af. Verdorie, into the bunch, here we go. Oh, ho, ho, the simple trolls in life. Nee. Wat? Go in the red pipe? Dat kan je niet zien. Je kan niet zien welke rood is. Sowieso is het niet deze, maar ik ga erin. Nee, oh my god, dat was de tweede. Het was de tweede. Nee. Wat? Huh? Maar wat als je wel de rode pijp had gekozen? Maar hij leek inderdaad zo rood. Maar het was de tweede. Ik wist het. Ik zei het ook al. Want hij was geel of zo. En die was blijkbaar de rode. Maar dat was wel echt een super tof level. Dat was echt een leuk level. Mensen, smash even die like als jullie meer van willen zien. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!